Goedemorgen, dames en heren. Ja, het is zaterdag, dus we gaan een beetje relaxen. Ik ga naar de markt. Ik ga nog even wat dingen kijken. En ik, voor de rest weet ik het niet. Ik heb als ontbijtje, heb ik eens een keer geen yoghurt. Maar ik heb wel twee eitjes. Ik heb dit. Twee crackertjes. Met een kalkoenfilet en twee eitjes. Dus dat ga ik vanmiddag ga ik nu even lekker opeten. Vanmiddag. Ik ben er helemaal in de war van gisteren. Als u het niet weet, maar ik heb opgeroepen om serious request om dat te boycotten. Waarom wordt het altijd voor andere volken gebruikt en niet voor zijn het weer kinderen in oorlogsgebieden. Ja, het is hier ook een groot oorlogsgebied. We hebben voedselbanken, we hebben kledingsbanken. Dus als u een donatie doet, doe het dan naar een voedselbank of een kledingsbank en niet naar het serious request. Want als ze weten dat ze een miljoen willen binnenhalen, nou, dan weet het, dan is het een maand salaris van die drie DJ's. Dat ding is. En u steunt echt geen kinderen in een oorlogsgebied, hoor. Nee, u subsidieert de directeur van het Rode Kruis. Nou, een Rood Kruis kan je van mij wel krijgen, hoor. Echt wel. Dus. Ja. Ik kan me daar kwaad om maken. Ja, voor kinderen in de oorlogsgebieden. Nou, als u ziet op Facebook hoeveel mensen gaan op boycott. Van hier in Nederland zijn er ook kinderen die hebben geen eten. En geen. Kennen ook niet met vakantie, dat is een tweede, maar. De ouders lopen wel bij de voedselbank en daar wordt weer geen aandacht aan gegeven. Nee, aan het Rode Kruis. Nou, ze kunnen van mij alle drie een Rood Kruis krijgen, hoor. Het wordt wel na een tijdje blauw, maar oké. Dus, laten ze daar gaan doen. Hup, rot op. Nou, ik ga even lekker eten en ik zie u later. Goedenavond. Ja, vandaag niet in de keuken, maar ik heb wel wat gebrouwen. En dan moet ik even nog een receptje voor schrijven, want ik ben weer zonder receptje ben ik aan de gang gegaan. Wat heb ik vandaag gedaan? Nou, ik heb lekker gehooi. Dus daar krijg ik ook het jouwtje van. Ik heb even lekker gerelaxed en ik moet zometeen nog naar een kerstborrel van een tuin, de Monet tuin. Die gaat is voor de laatste keer. Dan gaat het ook dicht. Want de gemeente wil toch overal woningen neerzetten. Hè? Vooral die asielzoekers. Dus wij staan 8 jaar op de lijst. Hun komen binnen en binnen een jaar hebben ze een woning. Die asielzoekers. Wat heb ik gemaakt? Ik zeg, ik heb. Het klinkt een beetje raar. Want ik ben nou eens een keertje anders te werk gegaan met die bloemkool. Ik heb hem fijn gemalen. En ik heb ui en ei er doorheen gedaan. En toen eventjes in de magnetron om het droog te maken. En ja, toen heb ik hem 15 minuten in de. Nou ja, ik schrijf dat hele recept wel. Maar ik heb hamburgerbroodjes van bloemkool. Ik heb patat van roze of zoete aardappel en ik heb 2 groentekroketjes. Dus ja, je krijgt zo meteen een kerstborrel en er zal ook wel een borrel geschonken worden. Dus en het is daar altijd gloewijn. Ik vind het niet peer. Maar ja, ik ga er even heen en ik laat mijn kop even zien. En,
Ja, en dan over het series request. Nou, ik heb een heleboel mensen die delen mijn bericht. Het luidt als volgt van, geef nu eens een keertje wat meer aan de voedselbank of kledingsbanken in je woonplaats in plaats van aan het Rode Kruis, want je sponsort alleen maar de directeur. Nou, dan krijg ik dus iemand van iemand. En die heeft daarop gereageerd. En ja, het is appels met peren en volgend jaar bestaan in die voedselbanken niet meer. Nee hoor. Nou, ik geloof dat die mevrouw onder een steen woont, maar ik heb netjes geantwoord. Dus het gaat maar om die directeur die bijna 3 ton in een jaar verdient. En dat gezeik, waarom moet het altijd aan een ander land en niet in, blijft het hier niet in Nederland, waar duizenden kinderen zonder ontbijt naar school gaan, of naar school gaan, zonder ontbijt naar school gaan. En de ouders moeten beknibbelen op een stukje vlees en dan wordt het nog een frikandel. Dus daar gaat het bij mij om. Het gaat om Nederland en het gaat niet om het buitenland. Met, ja, anders kunnen ze niet naar school. Nou, wat hierheen komt zijn allemaal, die hebben allemaal gestudeerd. Zo, ja, ik weet niet of het waar is, maar ze hebben allemaal gestudeerd. Ja. Nou, ze kunnen hier beginnen met de wc-potten schoon te maken. En ze moeten gewoon opzouten. Dus, dat is mijn mening. En daar blijf ik bij. Dus. Nou, ik ga even lekker eten en dan ga ik naar het dinges toe, naar die kerstborrel. Dus, ik wens u een goede avond.